Maar het is wel een bijzonder moment, want u zegt zondagmiddag, dat is ook het moment dat Mark Rutte bekendmaakte dat hij stopte. Dus de leiders van de twee grootste partijen, althans nu, maken eigenlijk in eigen kring op hetzelfde moment bekend. Maar dat we wisten dat niet van elkaar. Nee, dat was de vraag. U wist dat überhaupt niet van elkaar? Nee, ik wist dat niet van Mark Rutte, nee. En toen u de telefoon had neergelegd en thuis zei, ik heb het gezegd. Nou, we hebben zondagavond altijd een groepje. Dat heet de zondagavondgroep. Heel gepast. Van Kajsa, Hans Veldbrief, Rob Jetten, een paar andere mensen. We spreken gewoon de week door. In dat groepje heb ik gezegd, nou, jullie hebben het misschien al een beetje kunnen voelen en raden. Maar dit gaat er nu gebeuren. Hebben ze nog geprobeerd om u om te praten? Nou, er hebben een heel aantal mensen een beroep op mij gedaan. Me ook heel erg aangemoedigd. Om door te gaan? Om juist door te gaan. En dat was heel brede steun vanuit de partij. Maar ze weten ook, net zoals ik gekomen ben, op een gegeven moment is het besluit er. Kijk, ik ben geen 16-jarige. Ze weten ook wat het betekent voor mijn gezin en voor mijn man. Maar wat ik me niet kan voorstellen is, als u zegt van ik heb eerder dit besluit voor mezelf al genomen, maar ik was eigenlijk van plan de rit tot maart 2025 uit te zitten. Hoe doe je dat? Want als je besluit om voor jezelf eigenlijk om ermee te stoppen, hoe kan je dat dan nog jarenlang volhouden? Discipline en plichtsvertrouwheid. Okay.